gaat verhalen vertellen over verschillende platformen heen. Hallo, ik ben Camille van Open VRT. Ik ben de community manager en ik organiseer eigenlijk alle workshops, events, bootcamps die we hier bij Open VRT doen. Dus Open VRT is eigenlijk een laagdrempelige manier om met VRT in contact te komen. Dat kan door naar een van onze events te komen. Of door deel te nemen aan de workshop die wij organiseren. We zijn eigenlijk een community voor en door jonge mediamakers in Vlaanderen. We proberen elkaar een beetje te versterken, een beetje te stimuleren, maar elkaar ook een beetje met elkaar te connecteren. Dat is hetgene wat wij proberen te doen. Mijn naam is Tom Rummes. Dus denk na over uw verhalenbouw. Ja? Er zijn heel veel mogelijkheden. Hè? Ik geef les in Thomas More Hogeschool onder andere, maar voor de rest doe ik heel veel workshops zoals deze. Voor bedrijven en dergelijke meer. Ik heb ook een boek geschreven samen met Tim Verheijden, How to Story. En ik heb ergens nog een gezin zitten die me hopelijk herkennen. We zijn voor Open VRT een workshop aan het plannen rond mobile journalism in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen echt filmen met je smartphone, ook gaan monteren met je smartphone en eventueel zelfs Facebook Live, Insta Stories, Snapchat en zo verder om jullie zo ver mogelijk op één dag te krijgen. Deze ochtend zijn mijn collega en ik, Nicola Vlaming en ik, gestart met een algemene uitleg van oké, hoe werkt het, hoe doe je het? Hè? En daarna mochten de cursisten, gaan er nu twee hier naast mij lopen, voilà, hè? Mochten de cursisten aan het werk met onze tips. Hè? En de bedoeling is eigenlijk dat ze op het einde van de dag een volledige reportage hebben of ja, in ieder geval sowieso iedereen moest een Facebook Live doen. Ik ben Nicola Vlaming, ik ben 32 jaar, ik werk op de VRT Nieuwsdienst waar ik werk aan een project om social media sterker te krijgen op de VRT Nieuwsdienst. Ik ben vandaag medewerker van deze Open VRT Mojo Workshop. En wat ik doe is eigenlijk mensen tips geven vanuit mijn eigen ervaring over hoe dat je op een snelle manier met je eigen smartphone interessante filmpjes kan maken die ook uitzendwaardig zijn. Ik ben Kevin van den Panhuizen, ik ben 24 jaar oud en ik studeer journalistiek aan de Erasmus Hogeschool te Brussel. Ja, mobile journalism is iets waar dat ik nog niet zo heel veel mee bezig ben geweest. Dus ik heb natuurlijk een smartphone en ik wil er beter gebruik van kunnen maken. Dus dat is waarvoor ik naar hier ben gekomen en tot nu toe kan ik wel zeggen dat het mij redelijk wat geholpen heeft. Ik ben Lien en ik werk voor de gemeente Overijssel en we zijn sinds kort gestart met onze eigen Facebookpagina. Dus het zou wel leuk zijn als we daar ook ja, onze eigen filmpjes kunnen posten en daarom dat ik dus vandaag meedoe met de cursus.